Hoe gaat het nu met je en de Parkinson? Gaat goed. Sinds ik mijn hersenoperatie gehad heb hier met DBS... Ja. Gaat het goed met mijn... Ik las recent dat je hebt een kastje, ja. Toch? Je gaat al uitkleden. Daar zit hij? Daar zit het kastje. Daar zit het kastje. Er zit met twee zondes in mijn hoofd hierachter. Ja? Dan zie je hier voelen dat daar de zender zit. Ja? En die wordt aangestuurd door dit. Maar hij is recent eventjes uitgezet, begreep je dat goed? Ja, ja. We werden getest van de afgelopen week. Ja? En toen moesten ze de testen doen zonder de simulator. En? Nou, de simulator werd uitgezet en het begon zo. Ging trillen? Benen gingen trillen en die kant ging trillen. En toen zeiden ze weer aan, toen was het stil. Het is onvoorstelbaar wat dat ding kan. Er is een hele hoop terrein te winnen met DBS. Ja, want zo heet dat systeem. Ja, deep brain stimulation. Ja. Die Parkinson, kan je verzekeren, die houdt je de hele dag bezig. Ja. Met jou praat, probeer ik de R'en en zo wat te doen. De hele dag bezig. En ik wou eens een keer dat ik s'morgens opstond dat ik gewoon kon lopen. En gewoon weer lief voor mezelf kon zijn. Maar ik merk gewoon dat ik, als ik niet oppas, dat ik afdwaal. Ja. Dus door jou blijf ik, daarom zit ik af en toe zo. Ja. Bij de lessen blijven. Ja, maar ik ben er om ons allebei hier doorheen te gidsen. Dus ja, het gaat helemaal goed komen. Okay. Waar kom je nu vandaan? Ik kom nu uit Winterswijk, in de Achterhoek. Ja. Hey. Prachtige Achterhoek. Ik ken het, ik kom uit Salland, Deventer. Deventer, Koekstad. Koekstad, ja. En met z'n kerstfeest gaan gelopen, ja. Dikkersfestijnen, prachtig. Ja. Boekenmarkt. Ja. En Winterswijk, zeg je, maar je bent geboren in... Enschede. Enschede? Ik ben dus van huis uit een geboren tukker. En toen kreeg mijn vader een andere baan in de Achterhoek. Toen zijn we verhuisd. We waren met 9 kinderen, hè. Dus dat was nog een hoop slaapkamertjes vullen. Dus we waren uit een arbeiderswijk hier vertrokken naar een vrijstaand groot huis. Ja. En wat vonden die mensen daar in de Achterhoek, van wie ik weet dat sommigen nogal chauvinistisch kunnen zijn... van jullie aanwezigheid plotseling... Vonden ze toch maar raar. Raar? Stadsteleur. Ja, jullie waren stads? Ja, ik mocht van mijn moeder niet plat praten, hè. Waarom niet? Nee, dat vond mijn moeder ordinair. Oh? Geen plat praten, netjes, harenkammen. En in de Beatle-tijd, die altijd gaan naar voren zo. Ja. Maar als je naar huis ging, dan ging het snel weer zo. Oh ja. En wat was jouw rol binnen dat collectief van kinderen? Ik was nummer 6, dus ik zat tussen de 5 ouderen. Ja, nummer 6 was ik. Ja. En dan erachter de 3 kleintjes. Ja. Dat precies tussenin zat ik. Dat voelde ook zo, precies ertussenin. Was er dan ook veel competitie onderling? Ja, ja. Het is mij een tijd lang heel goed gegaan in het leven. Heel erg goed. Mm-hmm. En dat wekt natuurlijk enige wrevel op. Of jaloezie of kinderzinnen, wat dan ook. Ja. En dat blijft niet altijd bij vreemde mensen. Ja. Soms ook binnen je eigen gezin. Ja. Maar bij ons loopt het altijd uit de hand. Ja. Maar waarom is het bij jullie dan... Bevestiging. Ja. Je bent niet meer dan ik. Maar dat heeft een bron. Dat heeft ooit zo kunnen ontstaan. Kijk, er zijn gezinnen... Dat is in de basis van het gezin. Dat is het grotere gezin waarin je niet gekend werd. Mijn moeder had geen tijd om in puberteit met iedereen apart... een half uur te filosoferen over het leven. Nee. Dus er waren gewoon regels in huis, daar hield Jan klaar. En dus mijn vader nooit tegen mij gezegd, goed gedaan, Ernst. Ja. Terwijl hij toch wel het begin van mijn carrière heeft meegemaakt. Ja. En zeg je dit nu omdat je dat wel had willen horen? Ja, ik wel willen horen, ja. Ja, dat klinkt misschien een beetje stom, maar waarom? Erkenning. Oh, je zegt het nog sterker. Erkenning zo. Erkenning van mijn vader en moeder. Mijn moeder die herkende het wel. Dat was geen probleem. Die vond me prachtig. Maar sprak zij het uit? Sprak zij die erkenning uit? Ja, ze sprak uit. Ja. Mijn vader? Mijn vader die sprak het minder uit. Die was, toen ik zei, ik mag naar het conservatorium, pap. Daar ben ik de eerste van mijn hele gezin die het conservatorium een hoge opleiding mocht doen. Mm-hmm. Oké, nou dan gaat het wel goed, hè. Nou, dan was dan alles. Ja. In plaats van, goed gedaan, jochie. Ik ben trots op je.